Welkom bij een nieuwe piepshow. En aantal onderwerpen. Natuurlijk zit er weer een NFT-onderwerp bij Boris. Ach, jezus. Ja, we moeten, het is bijna de NFT-show aan het worden. Maar we gaan net zo lang door tot die ellende is afgelopen. Maar aantal opmerkelijke zaken die ik even met je wil doornemen. En de eerste is, en dat is leuk, we weten natuurlijk... Microsoft heeft Activision Blizzard gekocht. Ergens zijn die onderhandelingen begonnen. Ergens is het idee opgevat bij Phil Spencer van... hey, maar dat is interessant om misschien te kopen. Dat moment wanneer dat nou precies was gebeurd... dat is eigenlijk nooit echt gepinpoint tot nu toe. En dat schijnt nu dus wel te zijn gevonden. En dat is dus twee of drie dagen nadat bekend werd gemaakt... dat Bobby Kotick afwist van... de verkeerde werkomstandigheden, wat er allemaal gebeurd is. Hij heeft altijd gezegd van, ja, dat wist ik niet. Het is niet mijn fout. Ik weet het niet, ik ga het aanpakken. En toen is bekend geworden dat hij het allemaal wel wist. Mm-hmm. Aandelen zijn toen tussen de 10 en de 15% gezakt. En dat is het moment dat Phil Spencer heeft gebeld. En zei in een gesprek, wat hij sowieso had, met blijkbaar bellen die mensen elkaar af. Lijkt me logisch ook wel. Ja, van, hey, overnemen. Hoe zit dat nou? Weet je, hoe staan jullie er tegenover? En op dat moment is dat eigenlijk in kracht gezet. Heeft hij de volgende dag heeft hij Vince Nadella gebeld, Phil, van hey, hij is geïnteresseerd. Bobby en Nadella die zijn samengezitten en het is beklonken. Nu is dat natuurlijk een, wat mij betreft, een slim moment. Aandelen die naar beneden gaan, bedrijf wat duidelijk nog kwetsbaarder wordt met een leider die aangeschoten wild is. Ja. Processen die hangen, vulnerable instappen. Ja, en daarin in de achtergrond. De context daarvan is ook dat door corona heb je gezien dat die aandelen van die gamebedrijven allemaal flink omhoog zijn gegaan. Ja. En dat is nu klaar, weet je. Ja. Dat loopt op zijn eind. In ieder geval op zo'n manier dat beleggers verwachten dat je niet meer zoiets gaat hebben als een positief effect op de verkoopcijfers van videogames door die corona shit. En daar speelt ook nog eens een keertje bij dat we toch wel hele hoge inflatiecijfers zien. Ja. En dat er hangt een crash boven de markt. Mm-hmm. En dat heeft zie je ook bij de huizenmarkt bijvoorbeeld. Weet je, dat mensen dus ook nu niet meer zo goed zeggen, moet ik nu verkopen of kopen of weet ik veel wat. Dus er is een boel onzekerheid in de markt. En dan zou je zomaar eens een keertje eieren voor je geld kunnen kiezen. En ik denk dat Bobby Kotick er goed aan heeft gedaan. Ook omdat hij op dat creatieve, op het creatieve vlak eigenlijk een beetje uitgerangeerd is. En daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat het een goed moment is om je aandelen te verkopen. Is het ook, heeft Bobby Kotick gedacht van oké, ik ga eerst dat proces ga ik wegpoetsen. Tot op het moment dat ook bekend werd gemaakt dat hij dus daadwerkelijk ook wist dat het gebeurde en dat hij gelogen had eigenlijk. En op dat moment ging die aandelen nog verder naar beneden en dat hij toen wist van oké, fuck, dit ga ik niet meer in mijn eentje recht trekken. Nu heb ik een probleem. En Phil Spencer, is dat dan een smerig spelletje dat hij dus, want hij had van tevoren al twee of drie dagen daarvoor aangegeven van, hey, ik vind het niet cool wat er bij Activision gebeurt. Dit is niet zoals je het zou moeten doen als leider. Dat zit niet bij ons. En een paar dagen later koopt hij dat bedrijf. Nee, ik dat hij denkt van, hey, maar wacht, nu zitten ze echt in een. Nou heb ik ze waar ik ze. Nu kan ik vragen wat ik wil in plaats dat die andere partij gaat zeggen van, hey, maar ik ben hartstikke goed bezig. Betaal maar meer dan je wil. Ik denk als je terugkijkt naar wat Phil Spencer exact heeft gezegd, zal het best wel diplomatiek geformuleerd zijn. Tuurlijk. Ik denk, weet je, dat worden vast smerige spelletjes gespeeld, maar niet meer in deze fase van een onderhandeling. Ja. Ik denk eerlijk gezegd, want je moet je voorstellen. Maar dit is wel het moment dat hij instapt, hè? Daarvoor waren ze maar dat is een bot en dat moet met al die. Kijk, hij koopt die aandelen. Ja. Dat bedrijf gaat van de beurs gehaald worden. Hè? Dat wordt eigendom van Microsoft. Ja. Dat betekent dat je met alle mensen die aandelen, die moet je allemaal terugkopen. En met de grootste aandeelhouders ga je zitten en dan moet er onderhandeld worden en weet ik veel. En nou goed, ik bedoel, het is niet extreem ingewikkeld, maar het kost gewoon wel veel tijd. Maar ze sluit op dat moment, hè, dus hij heeft Bobby van, hey, maar hoe zit dat? Zouden jullie geïnteresseerd zijn eventueel partnership? Zo is het begonnen een beetje. Nou ja. En op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou, dan moet je even Vince bellen, Nadella, dan moet je even kijken hoe je eruit kunt komen. Op dat moment, die aandelen gingen toen al heel erg naar beneden. Dus dan heeft hij op een laag moment, heeft hij die prijs kunnen bepalen. Ja, maar hij heeft wel dubbele van die prijs geboden. Nee, oké. Dus het kan zijn dat inderdaad dat aandeelhouders er niet vanaf
vanaf wilden. Of die er niet vanaf wilden overgehaald werden dat die prijs van elkaar dondert. Want als iets de hele tijd 50 euro waard is en dan wordt het 25 euro waard en iemand die biedt 75, precies fuck het doen. Ja, ik, nee, dat, fuck out here. Ja. En dat, dat is gebeurd. En is het ook niet... ja, weet je, ik zit niet genoeg... Ik ben niet echt een businessman, ondernemer. En dan heb je ook nog klein ondernemer, weet je wel, met een eigen tokootje, dat soort dingen. En manager zijn van een zo'n groot bedrijf als Microsoft of Activision. Wat ik altijd apart vind, is dus dat hij eerst een paar dagen van tevoren zegt van, nou, nah, echt dat Activision, wat ze nu aan het doen zijn, dat is echt not done, weet je. Dat moet je niet, dat moet je niet maar willen. Wat ik zei, ik denk, en twee dagen later koopt hij de toko. Maar ik denk dat je die quote moet opzoeken. Ja. En wat ik zei, ik denk dat het veel diplomatieker geformuleerd is dan, het, ja, dan dat het lijkt. Dus wij hebben dat geïnterpreteerd als dat hij zei van, nou, nah, dat hij het veroordeelt. Ja. En waarschijnlijk viel dat wel mee. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, je hebt de tweet er toen bijgehaald in de tijd, maar ik denk dat het allemaal wat, ja, dat het gewoon allemaal wat milder was. Ja, nee, omdat je natuurlijk ook wel eens hoort van mensen die heel goed zijn in het naar beneden krijgen van aandelen om op dat moment, op het juiste moment toe te slaan. Wat ook grappig is, is dat Ubisoft, en dat vorige week hadden we het ook een beetje over, die zit een beetje nu in diezelfde situatie. Hun games verkopen niet. Ze hebben afgelopen week hebben ze weer zo'n meeting gehad met aandeelhouders. Nou, het hebben ze laten zien van dit zijn de games die we gaan laten tonen. Hm. Volgend jaar, nou, ik heb niet eens b-roll van, want het was Skull and Bones. God jezus, jongens. Toch weer Skull and Bones. Skull and Bones, ja, dat wordt nu een multiplayer game. Dus oh, een, ja, nee. Fuck. Avatar, er komt een Avatar game. Nog iets. En daarna en nog heel veel andere coole games. Dat hadden ze erbij gezet. En a lot of other cool stuff. Maar als dit, laat ik zo zeggen, dit zijn dan de meest prominente projecten waar je dan blijkbaar iets over kunt zeggen. Ja. Dat betekent dat de rest waarschijnlijk veel minder gaat zijn. Dit, ik bedoel, Skull and Bones als multiplayer game en Avatar de videogame is niet iets waar ik heel enthousiast van word. Nee. Ja, pijnlijk. Dat is het dus. En in die vergadering heeft Guillermo vervolgens ik weet niet hoe lang, hoor, maar een flinke poos lopen oreren dat hij het belangrijk vindt dat Ubisoft vrij blijft en onafhankelijk. Dat zegt hij altijd. En vervolgens vroeg iemand van, maar wat nou als iemand met een goed bod komt? En toen zei hij van, we willen vrij blijven, maar als er een goed bod is, kijken we ernaar. Zo, dat is gewoon, daarmee geeft hij dan in feite aan van... Dan laat hij een luikje open. Nu wil ik dat weer koppelen aan het feit van dat de mededingingsraad, hoe heet het in Amerika? Dus die kijkt naar van, ben je niet te machtig? Oké, zo'n markttoezichthouder. Ja, precies. Daar zit een nieuwe mevrouw sinds een jaar. Die met name heel erg naar de techsector kijkt. Mm-hmm. Dat daar te veel bedrijven het allemaal samenballen, waardoor er te veel machtige grote bedrijven. Dat is haar taak. Die is nu bezig met de Microsoft Activision deal. Want je hebt een soort van horizontaal en verticaal effect daarvan. Weet ik allemaal wat. Mm-hmm. Eigenlijk zeggen de analisten allemaal van, Microsoft gaat dit er wel doorheen krijgen. Want het is een competitieve markt. Je kan niet zomaar zeggen als ze Activision hebben dat ze nu ook veel meer games gaan verkopen. Want die games moeten eerst weer goed zijn, bla 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 bla. Aan de andere kant, Microsoft kan niet zomaar nog een keer Ubisoft erbij gaan kopen. Nee, niet zonder zomaar inderdaad kan dat niet. Daarom is het ook, in die zin is het ook raar geweest dat ze Xbox niet als zelfstandiger unit hebben opgezet. En dat helemaal vanuit het begin van Xbox was dat wel zo. Dat was eigenlijk een start-up onder Microsoft. Mm-hmm. Maar het maakt veel meer sens om dat wat zelfstandiger te laten zijn, zodat het wat competitiever kan opereren in die markt. Ja. En nou ja, goed, hoe dat eruit zou moeten zien, weet ik ook niet helemaal. Maar ja, Microsoft is wel. Kijk, als ze er. Ik denk dat het absoluut. Nu valt het wel mee, want ze hebben EA niet. En er is gewoon flinke concurrentie in de videogame markt. Ja. En zeker als je op titelniveau kijkt, omdat dan ook al de indies ook meedoen, mm-hmm, natuurlijk. Maar ja, als Game Pass te groot wordt. Ja, dan en te dominant wordt, dan speelt dat een rol. En ik denk als zij nog een Ubisoft zouden kopen, ja, dat zou. Ik bedoel, moet Sony dat dan niet gaan doen? Nou. Nah.
Ik weet het niet. Open wereld games, hebben ze niet zoveel. Kijk, ik denk uiteindelijk dat de consument gaat er helemaal niet gelukkig van worden als nee, al die overnames plaatsvinden. Nee, ik denk dat PlayStation er zelf ook niet gelukkig van. Ik denk dat ze wel zo picky zijn van, ze kopen de dingen waar ze echt al lang oog op hebben en niet zo vanuit, oh fuck, we moeten nu ook maar wat. Oké, fuck it, laten we Ubisoft erbij nemen. Maar ik vraag het ook af, wat is de toegevoegde waarde, weet je? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je een, een veelbelovende indie studio in huis haalt, omdat het gewoon een frisse wind en weet ik veel. Ik bedoel, dat soort bedrijven zoals Activision en Ubisoft, dat lijkt me alleen maar hoofdpijn. Ik bedoel, die bedrijven hebben een gigantische overhead. Die hebben werkelijk in alle landen hebben ze mensen zitten. Ze hebben ontzettend veel ontwikkelaars. Het lukt niet eens om er een fatsoenlijke titel uit te gooien elk jaar, weet je. Ik bedoel, die bedrijven het zijn een soort dinosaurussen. Vooral heeft wel 1 miljard opgebracht. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Nee, ja, dat zit ook wel. Het zal wel, weet je. Maar waar het mij meer om gaat, is dat ik denk van ja, hoe ziet de toekomst eruit? Ja. Ik bedoel, niet goed. Nee. Kijk maar, want ze hebben niks. Ze hebben niks. Kijk, Activision heeft alleen Call of Duty nog op een gegeven moment, weet je? Want en voor de rest alle andere titels die het nog goed doen, die zijn gewoon in verval. En dat zie je met de Blizzard games. Dat absoluut. Zie je met, nou, Ubisoft heeft exact hetzelfde, weet je? Ik bedoel, goed, ze hebben nog Rainbow Six loopt goed weet je, ze hebben ook nog wat mainstream met die Let's Dance. Ik weet eigenlijk niet of dat nog goed verkoopt. Dat zal best wel goed verkopen. Nog. Ja. En dan, Valhalla, het zal wel, weet je? Ja, Far Cry zal het ook nog wel oké hebben gedaan, denk ik. Maar eigenlijk is het dan ook wel een beetje treurig, hè? Dat dus, ze zeggen niet van we zijn te koop, maar ze zeggen ook niet van we zijn niet te koop. Want toen met Vivendi zei hij echt heel erg, we zijn niet te koop, we zijn niet te koop, we zijn niet te koop. Ik ga liever dood dan dat we gekocht worden. Hm. Nu zegt hij dus daadwerkelijk wel waarschijnlijk ook gedwongen, wetende dat aandeelhouders ze ook iets hebben van we gaan zo, mensen lopen bij jullie weg, jullie hebben allerlei processen aan jullie broek, jullie hebben gewoon geen AAA grote games op het lijst staan voor 2022, 2023. Ik weet niet, als er een partij komt die zeg maar inderdaad het dubbele of 10, 20% boven de aandeelprijs bent, dan doe maar, weet je. En niemand wil eigenlijk. Ja. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Dat voor Ubisoft, 5, 6 jaar geleden hadden wij het, dan was het voor ons was het voorbeeld van hoe je games maakt, Ubisoft. Ja, maar dat heeft ook gewoon te maken met cultuur, weet je. En blijkbaar creativiteit laat zich, het heeft gewoon vernieuwing nodig. En de mensen die daar zaten, die zijn vastgeroest. Nou, toen kreeg je die hele affaire. Iedereen is eruit gedonderd en er blijft gewoon niks meer over. Nee. En ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ze het niet weer opnieuw op kunnen bouwen. Dat kan vast wel. Mm-hmm. Maar de vraag is of Guillermo dat kan. Ja. En dat kost gewoon tijd en energie. En ja, ik denk echt dat we daar nog niet de laatste over gehoord hebben. Nee. En ik weet echt vrij zeker dat bedrijven als Sony en maar ook Microsoft niet in staat zullen zijn om dat bij Ubisoft te forceren. Google, Amazon, Tencent? Nee, helemaal niet. No way. Nee, maar dat zijn natuurlijk ook bedrijven met geld. Want Microsoft had geloof ik 130 miljard in oorlogsportemonnee, waarvan duidelijk werd gezegd dat moeten jullie gaan uitgeven. Dat moet je niet op de balans laten staan. Doe de dingen. Ze hebben laatst weer allerlei dingen nu gekocht voor veel geld. Met name in de security en dat soort dingen allemaal. Ze zijn ontzettend veel overal aan het kopen. Wat ik zeg van, ik heb het al eerder een keer aangegeven. De market cap staat op 7 miljard. Dat wil niet zeggen dat het 7 miljard waard is, Ubisoft. Maar goed, het is niet zo duur als zeker niet als Activision Blizzard. Dus het is eigenlijk een koopje wat dat betreft. Maar we gaan het in de gaten houden of hier wat gebeurt. Loopt niet lekker. Waar het ook niet lekker loopt is EA. En deze is ook wel weer bizar. Battlefield 2042, jou wel bekend. Ja. Loopt niet goed. Game is een flop. Ja, eigenlijk is het gewoon een hartstikke grote flop. Ze zeggen dat ze het nog steeds goed gaan krijgen, maar de vraag is of dat überhaupt lukt. En blijkbaar, wat ze tot nu toe hadden gezegd was, pandemie, dat thuiswerken, dat is gewoon heel erg lastig. En we hebben een paar beslissingen genomen die niet de juiste waren. En nu is daar nog een vierde reden bijgekomen en die heeft een hoop mensen verbaasd en mij eigenlijk ook. Dat is mevrouw Miele, even kijken of ik haar voornaam, die krijg ik niet. Maar Miele is ook een grote dame bij EA. En die had een meeting met het hele team, met alle mensen die eraan gewerkt hebben, waar ze alle cijfers doornamen en ook met elkaar discussieerden waar het nou aan lag. En even kijken wat zij zegt. Following the game's launch, DICE rolled out its day 1 and day 0 patches to get the bug count down further. Ik bedoel, ze hebben een soort beleid. Het is echt bizar. Het beleid is ervoor. Ze weten
weten, DICE krijgt zijn Battlefields nooit bugvrij. Maar er is een soort van threshold van zoveel bugs, zoveel procent bugs, dat mag. Want dan weten we, dat krijgen we dan de komende 2 maanden wel weg. Zo gaat het dan. Onzin, ja. The Battlefield 2042 launch and patches mean the game was stable and the early critical reception was good. En dat klopt ook wel een beetje, want bij die beta waren mensen toch nog wel een soort van hoopvol dat dit nog wel eens leuk zou kan gaan worden. En op dat moment komt dus Halo Infinite de beta uit. En die heeft vanuit het niks. In één keer, bam, 2 dagen nadat zij gestart waren. En zij zei van, daar lag ons probleem. Wij werden om de oren geslagen met een beta van Halo die gewoon polished was, die bugvrij was. En mensen stapten massaal over, omdat de comparison, de vergelijking was gewoon... Ik vind het heel zwak om dat te zeggen. Van dat klopt, want dit is naar buiten gekomen via een Tom Henderson. Dat is een bekende lekker die goede contacten heeft binnen DICE, want hij komt met veel nieuws hierover. En 2 dagen later ontkent zij dat ze het gezegd heeft, of ze had het was niet goed begrepen. Nou, dat is meestal al een typische politieke gelul, dat ze het gewoon wel gezegd hebben, maar dat ze geschrokken is dat dit naar buiten is gekomen. Precies. Ja, dat ook. Ik heb exact hetzelfde als jou. Hoe kan je nou zeggen, ja, maar mijn game was goed genoeg totdat er een betere game... Ja, toen opeens was het niet meer goed genoeg. Nee, de game was gewoon niet goed genoeg. Het is een soort van raar rekensommetje van we maken van... Hebben we het ook al vaker over gehad, van dat ze games gewoon onaf uitbrengen. Omdat ze weten dat als het, zeg maar, zo onaf is, dan accepteren gamers dat nog wel. Het is insane. Ja. Nou ja, het rare is gewoon dat ze leunen op een reputatie van Battlefield die niet meer bestaat. Nee. En dat is natuurlijk al bij de vorige Battlefield dat we zagen van ja, het gewoon dingen die ontzettend belangrijk waren voor Battlefield die ze eruit hebben gehaald. Waaronder de manier waarop de dynamiek van de wapens, de weapon dynamics, hoe dat werkte, dat hebben ze veranderd. En dat, ik bedoel, dat moet je gewoon niet doen bij zo'n game. Ja. En weet je, ik bedoel, Halo of geen Halo, een goede Battlefield had kont geschopt. Ja. En deze Battlefield was niet goed. Ik bedoel, ik heb de demo gespeeld en iedereen heeft de demo gespeeld. Die was gewoon om te janken zo kut. En dan denk ik gewoon van ja, als je dat doet, dan, dan is het overuit. Dan sloop je die serie. Als jij kijk, iedereen die daar als game tester of als ontwikkelaar bij DICE bezig is geweest aan deze demo. En die heeft gezegd van ja, nee, dit kunnen we nu al uitbrengen. Die is er schuldig aan het feit dat die serie naar de klote is. Ik denk dat niemand van de testers dat gezegd heeft. Ik denk dat management gewoon heeft gezegd, we gaan dit uitbrengen. Ja, dat natuurlijk. Ja. Dus de testers hebben gewoon gezegd van luister, dit is gewoon, het is saai. Die levels zijn kut. Ja. Die wapens, het is gewoon niet helemaal goed. De manier waarop het werkt is niet goed. En wat ik zo bizar eraan vind, je kunt gewoon naar Battlefield 3 en naar Battlefield 4 kijken en zien hoe het moet. Ja. En hoe kan het dat bedrijf dat kwijt is? Ik weet hoe het kan, hoe het gebeurd is, maar hoe kun je dat als EA laten gebeuren, weet je? Ik heb dit weekend een documentaire gezien die ik overigens nog wel een keertje in DokuKings ga voorstellen over Boeing. En die Boeing 737 Max. Ja, ik heb hem misschien staan op Netflix. Ja, nou, en ik zat er te kijken en opeens dacht ik, dit is een perfecte analogie wat er ook in de gamesindustrie gebeurt. Boeing, EA, Ubisoft. In het begin waren het bedrijven met gepassioneerde werknemers die maar één doel hadden, is de vetst mogelijke vliegtuig maken of de vetst mogelijke game. Het kon niet veilig genoeg zijn. Ze waren daar uren mee bezig. Het was niet helemaal, als je het kijkt naar economisch, verloren ze het geld mee, maar dat maakte niet uit, want ze wilden gewoon het beste van het beste hebben. Dat was waar Boeing om draaide. Boeing was veilig, dan ging het allemaal goed. Ubisoft, dat was een goede game. Battlefield, dat was een goede game, kon je op aan, was altijd goed. Zijn ze samengegaan met McDonnell Douglas. Die bedrijfscultuur kwam erin en die bedrijfscultuur was heel erg van, het gaat allemaal om aandeelhouders. Meer winst, meer winst, meer winst, meer winst, meer winst. Nou, op een gegeven moment, je gaat meer verkopen, maar je gaat ook, nou, die positie kan wel weg, die positie. En op een gegeven moment gingen ze bij Boeing gewoon op de veiligheid. Zo van, ja, maar 3 tests, laten we 2 tests doen, weet je. Dat is wel goed. Het werd het 1 test, weet je wel. Mensen werden gewoon weggehaald van testen. Ja. Nou goed, dan met de Max 3 gaat, Max 7, de Boeing 737 gaat het helemaal fout. En dan gaan ze de hele tijd roepen dat het aan de piloten ligt en dit en dat. Nou, uiteindelijk komt het allemaal uit. En dat zie ik nu ook bij EA gebeuren. De mensen die de games maken, hebben de macht verloren aan de mensen die moeten zorgen voor veel geld verdienen. En die zeggen alleen maar,
Dat testen met 40 man, dat kan ook wel met 20 man, weet je wel. En je kan het ook wel met 30 man de multiplayer maken in plaats van 60 man. En de game is nog niet af. Jawel, hij gaat gewoon uitkomen en dan patchen we het wel goed, weet je wel. Ja, dus... maar er is bij je één ding meer aan de hand dan alleen geld. En dat is dat er een cultuurverandering heeft plaatsgevonden. Dus ja, maar dat was bij McDonald's ook. In één keer was de cultuur, mensen voelden zich ook niet meer thuis. Het was een heel, prikklokken, al dat soort shit, weet je wel. Ja. Het was totaal anders geworden. Maar bij EA is dat de wokeness geworden. Dus die Patrick Söderlund, die gewoon directeur was van DICE, die een team had van doorgewinterde Battlefield makers. En die gasten waren echt gun freaks, weet je. Die wisten gewoon van, oké, als je een M4 op deze manier afvuurt, dan is dit het effect. Ja. En die mensen zijn weggegaan allemaal, want dat waren wat, ja, het klinkt stom, maar het waren wat oudere gasten. Misschien ook wat meer van onze generatie. En die zijn vervangen door een nieuwe generatie ontwikkelaars die juist heel erg het belang hechten aan weet ik veel, dat alles wel politiek correct is en dat er wel veel geluisterd wordt naar iedereen die zichzelf een slachtoffer vindt. Of hun bek niet meer open durft te trekken. Nou ja, een van de twee, maar als dat de dominante cultuur op een gegeven moment geworden is, dan betekent het automatisch dat die cultuur waarin die die gunporno, wat Battlefield was, weet je, dat zie je nu ook gewoon gebeuren in de Amerikaanse pers. Dat soort van iedereen die een wapen heeft in een pick-up truck rijdt, die wordt gewoon als nazi weggezet. Ja. Nou ja, dat effect zie je ook absoluut bij dit soort studio's gebeuren. En het voorbeeld wat ik geef is wel heel extreem. Maar je ziet dat wel. Ja. En DICE is gewoon een ontzettend woke studio. Dat zitten in Stockholm. Dat is ongeveer de hoofdkwartier van de wokeness in Europa. Het is net iets minder erg dan Californië wat dat betreft. Ja. Maar goed, daar hangt een cultuur en daarin passen games als Battlefield passen gewoon niet meer. Tenzij alle helden paars haar hebben en met jetpacks onderdrukte redden. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat is niet wat Battlefield was natuurlijk. Nee. Maar ik denk niet dat enig is waar EA aan ten onder gaat. Want ze hebben natuurlijk ook FIFA en daar zie ik geen paarsharige vrouwen. Maar die game wordt niet in Zweden gemaakt. En FIFA is, dat is een heel andere tak van sport. Ik bedoel, de Battlefield was goed vanwege de details. Ja, oké, maar EA is natuurlijk meer dan Battlefield. Het gaat om het totale plaatje. En het totale plaatje zie je overal. Alle beslissingen die genomen worden zijn altijd... Er is nergens een beslissing van, gaan de game beter maken? Alle beslissingen zijn, er komen NFT's in, er komen MT's in, er komen season passes in, er komen dit in. Het is allemaal economie, marktwaarde. Ja. Nou ja, goed, dat kan. Maar DICE was daarop een uitzondering. En toen Patrick Söderlund wegging, hij werd weggepromoveerd. Want hij werd wereldwijd verantwoordelijk voor alle development van EA. En vervolgens zou je dan zeggen van oké, dat kon zijn maatstaf, dat wordt een beetje de maatstaf voor EA. Mm-hmm. Nou, het rare is dat hij opeens super woke werd en eigenlijk gewoon dat die hele uitgever naar de tyfus geholpen heeft. Ja. Nou, ja, goed. Of dat het enige is, ik weet het niet. Ik vind in ieder geval gewoon, de bedrijven zijn veranderd. Het voelt voor mij gewoon niet goed. De beslissingen die genomen worden, die zijn raar. Als je kijkt ook naar de NFT's, gewoon de weerstand die er is bij gamers, dan denk ik van, ga er nou niet mee vooraan lopen. Weet je wat ik zo weird vind, man? Als je bij Game Pass kijkt, nou, er zit ook EA Access bij, hè? Ja. Als je dan kijkt wat er allemaal op staat, wat een fantastische titels zijn. Weet je, als je kijkt naar de Dragon Quest, de Mass Effect, weet je, al die games die zij hebben gemaakt, fantastische franchises, die echt eisen, die stuk voor stuk worden ze gewoon verneukt. En dat is het. Of niet meer uitgebracht, of wat dan ook, weet je. Nou, maar goed, ze hebben ook die It Takes Two gedaan afgelopen jaar. Prima game, weet je. Maar goed, het is dan een indie titel, maar dat geeft EA dan nog wel uit. Zij hebben een, als je kijkt naar de franchises die EA heeft liggen, dat is echt ongekend. Ze hebben zoveel gedaan. Ja. Dus het lijkt me gewoon ook zo'n overnamekandidaat voor een partij die gewoon geld heeft, in staat is de boel te saneren, weer een gezonde development cultuur neer te zetten en gewoon al die franchises op te pakken en weer opnieuw op de wereld te zetten, op de kaart te zetten. Ja, nou ja, goed. Het is dan de vraag, hè, van is dat genoeg? Is een 5 miljoen verkoop voor It Take Two genoeg? Of moeten er MT's in en moet het een games as a service model zijn? Ja,
maar het is niet, alle... niet een It Takes Two natuurlijk. Maar, nee, maar goed, heeft die game 5 miljoen stuks verkocht? 5 miljoen stuks verkocht. Nou, dat vind ik niet slecht. Nee, dat is zeker niet slecht. Maar ja, voor EA gaat het. Het gaat om de 10, 15 tot 20 miljoen verkoopt. En het liefst, ja. Kijk, It Takes Two is klaar, weet je. 5 miljoen en dan is het klaar, weet je. Er kan niks meer uitgehaald worden. En het is allemaal kijken naar van hoe kan ik het meest verdienen in plaats van maak gewoon een goede game. Wat dat betreft. Maar nee, maar al hun, kijk, Apex Legends is mislukt. Nee, Apex Legends is niet mislukt. Ja. Nee, ja, nee, die doet het hartstikke goed. Het is nummer 2 Battle Royale op dit moment. Ik bedoel, het staat boven Battlefield. Boven Warzone bedoel je? Nee, boven Battlefield. Het is de nummer 1 shooter nu. Fortnite EA. Is nummer 1. Nee, bij EA zelf. Oh ja, oké. Okay. En online doen ze het echt goed. Is kapot. Ja, nee, ja, maar ja, dat wie had dat ik geloof dat. Ze hebben lappen kutklooien met die cijfers. Het is gewoon onduidelijk allemaal. Ja. Ik hoor niemand over Apex Legends. De streamers die het coveren worden ervoor betaald. Het is, nee, ik heb niet het idee dat nou echt een game is die impact maakt. Nee, maar goed. Als je ziet dat hun inkomsten 80% uit MT's komen. Dat is FUT en Apex Legends. Dan weet je natuurlijk wat de richting is waar het bedrijf op gaat. Maar en, dat FUT dat doet, dat snap ik. Maar dat... Ja. Ik heb niet de directe service. Het is meer van de koers van ik vond dat grappig toen ik naar Boeing keek. Dat ik van holy shit, van echt zo mooi. Hoe heet die documentaire? Ja, hij staat op Netflix. Ja, ik heb hem ook voorbij zien komen. Ja, precies. En dat is best wel hoe gewoon een mooi bedrijf naar de kloten gaat. Omdat op een gegeven moment die marktwerking er zo in meer winst. En dat, dan is het klaar. Anyway, dan... NFT's, dames en heren. Daar is onze NFT-moment. 2 miljard. Of is het 2 miljoen? Nou, weet ik het even niet meer, hoor. Volgens mij... Oh ja, 1,7 miljoen tokens zijn ontvreemd bij OpenSea. En OpenSea is een van de grootste marktplaatsen voor NFT's op dit moment. En het grappige is, jij zit redelijk in die wereld. In de zin, ik dacht dat het best ik wel Ik wil niks met de NFT's te maken. Nee, dat weet ik. Maar gewoon toevallig in de blockchain. Verhaal gelezen, ja. Ik dacht, dat is fucking ingewikkeld. Het is helemaal niet. Ze hebben gewoon een phishing mail gestuurd. Mensen moesten ergens een handtekening zetten. Dat hebben ze gedaan. Dat was verder. En toen hebben zij, die hackers, die hebben gewoon hun eigen eigen informatie eraan toegevoegd. En toen waren ze in bezit van die tokens voor 0 euro. Het was een oud contract, een 4-jaar oud contract, ja. Wat bestond, wat al volgens mij... dat zou binnenkort verlopen. Dus die hack moest ook nu plaatsvinden. Anders verliep dat contract. Ja. Hij heeft een aantal NFT's gestolen. Ja, 254. Voor mij is het peak clown world. Want je kan namelijk ook op het plaatje met je rechtermuisknop en save as. En dan heb je het ook gesaved. Heb je het ook gestolen, tussen aanhalingstekens. Ja, maar dan ben je niet officieel eigenaar van het certificaat. Ja, nou ja, goed. Dat is dat die hele discussie, weet je. Ik bedoel, het is alsof het kassabonnetje de waarde geeft aan het product dat je gekocht hebt. Het grappige is nu, juridisch gezien, hebben de eigenaren ook best wel problemen om dit als gestolen op te voeren. Want ze hebben een handtekening ergens neergezet. Ik weet niet, het zal wel. Het is natuurlijk allemaal bullshit. Dat is mijn hele probleem met dit, weet je. Het blijft gewoon een plaatje. Het is een JPEG-je. En als jij denkt dat je JPEG-je miljoenen waard is... oké, fijn, goed voor jou. Totdat je een keer probeert het te verkopen... en je erachter komt dat je de enige bent die gelooft dat het miljoenen waard is. Ja, dat is wat NFT's zijn. Ik kan er helemaal niks mee. Ik bedoel, die shit zal gehackt worden totdat het een keertje kapot is. We hebben de ICO's gezien in 2017 en nu zijn het de NFT's. Het is gewoon een hype, het is bullshit. Is dit dan bijzonder makkelijk... Qua hacken, als je het vergelijkt met Bitcoin, waar ook wel eens een keer iets gebeurt, maar wat volgens mij gewoon veel veiliger is met wallets en dat soort dingen. Je moet je wel voorstellen, kijk, het is niet OpenSea, dat is een trading platform, het is niet gehackt. Het is een specifiek contract waar een bug in zat. Dat kan natuurlijk gebeuren. Wat je bij Bitcoin ziet, is omdat het eigenlijk heel lang al hetzelfde is. Er gebeurt niet qua development veel aan het core protocol van Bitcoin. Maar het kan altijd zijn dat er iemand een wallet of een dienst ontwikkelt die niet helemaal veilig is, waar een hacker weer achter. Dat kan natuurlijk altijd. Ja. Dus wat dat betreft moet je daar gewoon ook ontzettend conservatief in zijn. En NFT-houders zijn niet conservatief. Want die steken geld in JPEG-plaatjes op rare platformen met contracten die ze niet zelf kunnen controleren. Ik weet het niet. Ik begrijp gewoon niet waarom mensen dat doen. Nee, even
even kijken. Er kwam ook een soort van officiële reactie. Er kwam een reactie van OpenSea via een tweet. Die ik ook nog even heb. Die vond ik dan wel... Ja, ik weet niet of dat nou smakeloos is of smaakvol. OpenSea, we are still investigating the phishing scam that occurred last night. Please feel free to screenshot your stolen NFTs back and go get some non-fungible tissues because both your wife and monkey JPEG are gone for good. Ik bedoel, ja... Is dat nou grappig of doen mensen zijn misschien? Ja, weet je wel. Het is niet grappig als je net een of ander JPEG-je van een miljoen kwijt bent. Is dit hoe je met klanten omgaat of is dit een beetje in die scene gewoon vrij normaal? Nee, maar kijk, OpenSea is een protocol. Die hebben dat platform gebouwd. Ja. Ik denk dat ze gewoon, ja, kijk. Zijn zij niet wettelijk verantwoordelijk? Nee, het is een phishing scam, weet je. Als jij een e-mailtje krijgt van iemand en die zegt van... kun je alsjeblieft even je pinpas met je pincode in een envelop doen opsturen naar me. En je doet dat, ja, ben jij dan verantwoordelijk? Of dat kan de bank toch niet voorkomen dat mensen hele domme shit doen? Volgens mij ben je er wel voor verzekerd als je kan bewijzen dat je het... Ja, als het buiten jou... als jij niet verkeerd gehandeld hebt. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld... weet je dat je kaart wordt gekopieerd terwijl je... Weet je, daar kun je niks aan doen. Ja. Maar deze... Phishing wel, ja. Ja, ik bedoel, als je gewoon een e-mailtje... Als je gewoon shit gaat opsturen, ja, nee, dat is lastig. Ja. Nou ja, goed. Weer een reden van... Jongens, als mensen er zijn binnen onze community... Maar ik hoop het niet. Gisteren kreeg ik ook weer twee mailtjes van NFT-enthousiaste developers... en mensen van of we er wat aan gingen doen. En zei ik van, nou, liever niet. Pas in ieder geval goed op. Het is uiteindelijk allemaal geld. Nou, maar dat steken gewoon niet je eigen geld in. Please, weet je. Nou, ik bedoel, het is gewoon bullshit. Tot slot. Vond ik leuk. De strijd tegen cheaters. Belangrijk. Activision, we hebben er veel nare dingen over gezegd, maar een van de dingen waar ze wel goed mee bezig zijn, is de strijd tegen de cheater. En dan met name van hoe kun je dat, want je kan ze bannen, maar dan gaan ze weer een nieuw IP of whatever en dan zijn ze weer terug en eindeloos. Ze hebben nu iets nieuws verzonnen en dat krijgen we nu een klein beetje in beeld. Tim de Tatman, die was aan het spelen. Het heet het zogenaamde Damage Shield. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze hebben nu een software en die registreert dan dat het een cheater is. En op het moment als die weet dat het een cheater is, dan krijg jij een damage shield om je heen. Oftewel, als je geraakt wordt, er gebeurt niks. En op dat moment kun jij dus naar die cheater toe gaan gewoon zonder, je wordt toch niet doodgeschoten en dan kun je hem gewoon helemaal slopen. Ja, wat grappig. En hij zegt dat ook, Tim Tatman. Ze zijn natuurlijk, kijk, zie je dat? Ik bedoel, hij kan gewoon, dan kan hij gewoon naartoe lopen en een hatse flats oprotte jij. Nou, ik moet zeggen, dit soort dingen vind ik dan wel weer leuk. Ja. Het helpt nog steeds niet cheaters de wereld uit te helpen. Dat zit hem toch meer in dat mensen gewoon eens een keer normaal gaan doen. Maar hier kan ik dan wel weer mijn waardering voor optrekken. Slim bedacht. Ja. Ja, ik vind het wel grappig inderdaad. Dus heb jij nog steeds last van cheaters? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, waar ik wel heel veel last van heb, is dat gewoon de serversituatie gewoon dramatisch is bij Warzone. Dat je vaak gewoon niet eens in servers komt. Hele hoge pingtijden. Het is gewoon kut. Weet je? Ja. Ik begrijp niet waarom een titel die zo belangrijk is voor Activision... Omdat zo... Raven Software in staking is vanwege dat probleem met Activision. Die mensen, die staken nu al. Ik weet niet of ze nu nog staken, maar die hebben 7 weken gestaakt. En hebben gewoon geen patches gemaakt, niks. Dat is een beetje het probleem. Die willen in de vakbonden. Ja, ze zijn nog wel bezig. Want nu had iemand gezegd van Activision van... als jullie lid worden van de vakbonden, dan kunnen jullie niet meer overwerken. En als jullie niet meer kunnen overwerken, dan wordt de kwaliteit van de games slechter. Toen dacht ik bij mezelf ook, misschien moet je dan gewoon eens zorgen dat je een ander arbeidsproces hebt waar je games wel goed in worden. In plaats van je zegt, je moet nog meer harder overwerken. Daar zit het hem dan ook niet in. Ja. Dat is wel een groot probleem. Dat er gewoon die game wordt niet onderhouden. Dus nou, wordt maar steeds... wat het rare is, dat als je kijkt naar Warzone door de jaren heen, want het is natuurlijk al een oudere game, dan zie je gewoon dat het steeds slechter wordt. Ja, ja, ja. Dus en dat ik begrijp dat niet. Weet ik denk dat ze nu ook echt Warzone 2 wordt nu met veel bombardie aangekondigd. Ja, maar het wordt alleen maar kut. Ik denk dat ze tot die tijd er niet zoveel meer aan gaan doen. Nou, maar er zijn wel updates. Ik bedoel, ik heb nog steeds... volgens mij had ik dit weekend nog een update. Maar het gaat me er meer om dat ik gewoon zoiets heb van... Ja, weet je, ik bedoel, dan geven ze die wapens weer vrij. Weet je, dan mag je originele wapens weer gebruiken. En nu weer niet, weet je. En dan hebben ze weer een nieuwe mode bedacht waar ik niet op zit te wachten. Nou, ik heb ook gehoord dat Godzilla en King Kong... die komen nu ook in de game terecht. Dus daar gaat Boris zeker niet blijven worden. Anyway, einde van deze piepshow. Volgende week is er weer een nieuwe.